Ik zou iedereen willen uitnodigen om de taxonomie van Bloom verder te verkennen. En waarom? Nou, we zijn er in onderwijsland nu al wel een beetje van doordrongen dat vaardigheden ontwikkelen belangrijk is bij leerlingen. En de taxonomie van Bloom geeft je houvast om dit te kunnen doen. Dat betekent niet dat je je hele onderwijsaanbod helemaal weer overhoop moet gooien. Nee, je gaat gewoon kijken, wat doe ik nu al? En wat is er nog nodig om het meer in balans te brengen? Zodat je leerlingen een bredere ontwikkeling biedt.